Een ventielslot. Je moet er maar opkomen. Oud-Maastrichtenaar Frits van der Wens kwam met het idee en werkte het uit. Het was op een avond, zat ik naar de tv te kijken, naar het nieuws, Belgisch nieuws. En daar lieten ze bewakingsbeelden zien van twee jongeren die de banden aan leeg laten lopen van 4x4's, de grotere auto's. De ventieldopje werd eraf gehaald, er werd een steentje in gestopt en dan liepen die banden langzaam leeg. Ik had zoiets van, nou, ik ga eens kijken of ik daar iets voor kan bedenken. Zo gezegd, zo gedaan. Frits kroop achter de tekentafel en begon met het maken van schetsen. Vervolgens werd gekeken of het idee ook daadwerkelijk gerealiseerd kon worden. Dit was een sleuteltje, wat we in de eerste instantie hadden gedacht om te laten maken. Maar het viel toch wat groot uit. Het binnenhuis was van messing koper. Hetzelfde materiaal waar de ventiel van gemaakt is. Maar je moet rekening houden met de zwaarte van het dopje. Want door de cirkel die het wiel maakt, boven de 100 kilometer, heeft het ongeveer een trekkracht van 9 kilogram. Maar dan mag het dopje dus niet boven de 7 gram uitkomen. Op dit moment is het leeg laten lopen van banden nog niet strafbaar. Maar hier kan dankzij de uitvinding van het ventielslot verandering in komen. Mocht het nu zo zijn, dan moet je toch met bruut geweld dit slotje eraf halen. Dat betekent dus dat je schade verricht aan de auto. Dan is de politie verplicht om een PV op te stellen. En is het een strafbaar feit. Het Vendok ventielslot werkt als volgt. We plaatsen het sleuteltje op het dopje. We draaien het andere dopje eraf. Plaatsen het op de ventiel. En dan gaan we het mooi erop draaien. Doordat we weerstand voelen, halen we het eraf. En dat kan niet meer gebeuren. Je kunt draaien, links, rechtsom, het draait door. En het probleem is opgelost. Het ziet er vrij eenvoudig uit. Mocht het toch niet lukken de slotjes er eigenhandig op te zetten, dan kunt u altijd nog de hulp inschakelen van onze professional Kenji.